Yo mensen, dit is het oogmonster. Hoi weer kijkers, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Vandaag zit ik in een nieuwe game met de enige echte Park Nubé, yo! Yo. Dat was zo immens droog, ouwe. Hoe jij langzaam zo keek en dat mondje ook. Voor mij is hij niet helemaal... Wat is dit? Oh, dat is je snorretje. Ja, dat is mijn snorretje. Ja, oh ja, je mond zit alleen scheef. Ik was nog zo druk bezig, maar ja, jij wilde ze nog graag je intro doen. Oké, ik geef je wel even tijd. Dat doe jij heel veel in je gezichtje, dan leg ik uit waarom wij hier in een huis zitten. Dit is content warning. Het is eigenlijk een beetje een soort van Little Company-achtig. Alleen hebben wij nu een ander plan. En dat plan, dat hangt hier beneden. Wij gaan dus naar de Old World. Dat is een hele enge plek. Daar gaan wij enge dingen filmen, want we zijn zieke YouTubers natuurlijk. Dat gaan we uploaden op Spooktube. En dan gaan we viraal. En zoals je ziet, maken we dan dikke stonks. En dan kunnen we misschien hopelijk ooit een groter huis kopen met een iets mooiere keuken dan deze groene keuken. Heb je al een gezichtje? Oh, daar ben je. Oh, je hebt alleen de kleur aangepast. Ja, nee, maar ik wist het even niet. Ik voelde deze vibe wel. Van... Ja, dit is wel een mooi gezichtje. Met een scheve mond. Ja, dat komt. Ja, het is prachtig. Ik zou het zo houden, ja. Ja, heb jij ook het plan in je oren geknoopt? Ja, oké. Nog even een keertje fotografisch geheugen. Ja, wow. ja zit hij nu... ben je nu ready? Hij zit erin. Oké, mooi. Ready. Ik zou zeggen, ik neem de camera, want ik ben toch wel de echte YouTuber hier. Dus jij bent de undercover YouTuber, ben jij. Ik pak de old flashlight, want ik ben wel echt de echte flashlight. Wow, ik heb een pro tip. Pak er nog één. Oh ja, pak er twee. Ze hebben een batterij, maar we kunnen er twee meenemen. Ja, daarom. Daar hebben we zo niet over nagedacht. Nee, dit is geweldig. Elke keer worden we een beetje beter. Ja, nee. Dit komt goed. We gaan spoken zien. Spoken? Ja, ik hoop dat er spoken zijn. En die moeten we dus... Nou ja, wij moeten ze zien. Maar deze camera die ik hier in mijn handen heb, daarmee moet ik het echt gaan filmen. Want als het niet op beeld staat, gelooft niemand ons, hè? Ik bedoel... Wow, galm! Hey joh! Doe ik de deur dicht? Oh, is het opgesloten. Oké, dit is de bel... Nee, de dive bel zitten we nu in. Zo heet onze machine. Ik heb geen idee waarom. En hiermee, als je op de knop drukt, druk er maar op, gaan we naar de Old World. Submerge, maar dat is toch... Naar beneden. Duiken. Dan gaan we ook echt duiken. Nee, submerge is meer van toetreden. Nee, ja, onder... Naar beneden, we gaan naar beneden. We gaan naar beneden. Sub als in subscribe. Oh, ja, oké. Je kan al zien... Wow, je kan al zien, het is een beetje anders. Ja, hier, kom. Kijk. Ik voel me net Freek Vonk zo, weet je. Als je hier loopt en dan moet je straks monstertjes gaan filmen en dat soort dingen. Kijk eens wat er loopt. Kijk eens. Ja, nou, dat hoop ik niet als hier slangen zijn en... Hé, er loopt al iets! Nee, oprecht. Ja, ik heb het niet op film, want ik wist niet eens dat hier buiten ook al dingen konden lopen. Wacht, stop. Intro van de vlog. Intro van de vlog, van de video. Ja, selfie mode. Ja, even kijken. Ja. Ik kom naast je staan. Ik zorg dat jij ook in beeld staat. Even kijken. Ja, ik moet even mikken. Oh, wacht even. Zo? Nee, iets meer. Nee, jij moet aan mijn andere kant. Zo. Ja, oké. Oké, ik ga filmen. 3, 2, 1. Yo, kijkertjes. Welkom bij de vlog. Ja, we zijn in de... Oh, wat doet mijn camera? Mijn camera doet een beetje raar. Het is een crappy ding. Dit is de intro. Geniet ervan. Vandaag spoken, geesten, monsters, alles, jongen. Alles. Zo, nu hebben we nog maar 84% left. Straks snappen jullie waarom we dit hebben gedaan. Straks krijgt het allemaal... valt het op zijn plaatje. Nou, hey, even. Kijk wat hier liep dus. Is het er nog steeds? Het is er niet meer. Nee, het ziet er niet naar uit. Nee, ik ben wel een beetje bang, want... Het is zo'n grote galm dit. Het is echt... Ja, ik hoop dat het straks iets minder wordt. Het is alsof je zo'n hele grote... Ja, dat zijn we ook wel, een hele grote ruimte. Ja. Denk ook om je zuurstof, hè. Links onderin zie je dat balkje. Als die leeg is, dan is het einde verhaal. Dan wordt het in plaats van een leuke YouTube-video... wordt het een begrafenis-video, zeg maar. Wat hoor ik? Hoor dat? Jij moet je zaklamp aandoen, hè. Ogen? Nee, donderop. Ik zie het. Weer. Waar? Dat is geen open, dat is gewoon een lampje. Hey! Wat? Hey, wat is dat? Ik heb het op film. Ik heb het erop staan. Hij rent op... Kom, we gaan er achteraan. Ik wil even kijken wat... Hij gaat gewoon door de deur heen. Hey! Hij lijkt een beetje op jou. Hey! Stop. Ik heb hem op beeld.
Maar het staat nu niet, er staat nog steeds film something scary in onze next step. Dus blijkbaar is dit niet eng genoeg of zo. Huh? Nou, voelt het best eng. Is dit een vriendelijk beestje of zo? Is dit Yippie, zeg maar? Yippie van content warning. Hij loopt daar weer. Kijk, er komt hij weer. Ik wil hem toch wel even op beeld hebben staan, hoor. Lil gangsta. Hé, hey, nu kan je niet weg, hè? Hey. Hey, wat doet hij? Bam, zijn voetstapjes ook zo, die geluidjes. Ja, het is zo schattig. Wat is dat? Zie jij dat ook? Ja. Is dat een trap of zo? Wacht, er ligt daar... Dit is een trap. Nee, schijn is daar op de grond. Kijk, er ligt een ribbenkast. Echt een lichaam. Ja, nee. Ik heb het gevoel dat dit een... Ja, oh, kijk, hier kan je het zien. Huh, dit zijn lasers. Die wil ik ook even op beeld hebben. Even die lasers er goed op. Wat, ik voel me echt zo'n National Geographic documentaire kijk, maken, man. Kijk eens. Kijk eens, jongen. Zo, dit is ziek, dit is kijk ziek. Op plafond. Kijk eens op het plafond. Oh my... Dude, wat is dat? Hé, hey, oh, durf je er onderdoor te lopen? Zal ik het doen? I mean, je mag, de camera staat aan. Hoi, oh, hoi, wat? Wat is dit? Kom naar beneden, hij heeft je. Hoezo heeft hij je? Ja, ik weet niet wat ik kan doen. Hoi! Waarom hoor ik nog meer geluiden? Er lopen nog meer dingen. Er loopt nog iets. Ik heb nog steeds niks. Hé, hoi! Wat is dat? Laat me eruit. Er loopt hier een slak. Huh? Ik heb bijna geen film meer left. En dit ding... Nee! Nee! Hij geeft toch de maan. Ja, ik wil je helpen, maar ik weet oprecht niet hoe. Hé, hey, er loopt... Ja, die bubbelserslag loopt achter me aan. En ik heb nog steeds niks engs gefilmd. Ik ga jou even filmen. Hoe kom je eruit? Oh? Ik weet het gewoon echt niet, hè? Nee, oh, return. Ja, ik heb nu wel... Hé, hey, stop! Laat me met rust! Hij loopt achter me aan. Ja, wat moet ik doen? Ben je dood? Nee. Oh, Koen is dood. Dat betekent dat ik hem niet meer kan horen. Want we praten dus in de game. Bro, wil jij even, zeg maar, stoppen met mij volgen? Ik heb een fan. Dit is een fan van de vlogs. Ik ga weg hier. Ik ga terug naar het schip. Als het goed is, moeten dit wel genoeg enge dingen zijn die erop staan. Dus ik ga er gewoon vanuit dat we hier wel views voor krijgen. En dat we lekker viraal gaan. Als ik de weg terug kan vinden. Nee, niet doen. Ja, dit is de weg terug. Wat, waarom? Ik hoor enge geluid. Ik hoor een plopgeluid. Dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Heel snel weg hier. We moeten dus 3 video's maken. En aan het einde van die 3 video's moeten we een bepaald aantal views hebben gehaald. Anders is ons YouTube kanaal geflopt. En dan... Nee, niet dat ding weer. Wat doe jij? Ik wil je ook even op de film. Waar ga je... Oké, hij gaat weg. Laat me met rust. Dan is het goed. Nou, kijken of we Koen nog weer ooit tot leven kunnen roepen. Hé, hey, wat hoor ik? Ja, ik hoor echt allemaal rare geluiden. Ik wil weg hier. Kan ik kijken of Koen inderdaad dood is? Wat staat er hier? Distance. Oxygen. Hij was wel echt dood. Het spijt me, als je wel nog leeft, dan kon je niet meer horen. Dus dan was je gewoon te slecht om te praten. Maar ik ga er vandoor. Kan ik weg? Ja, ik kan weg. Ready to return. Escal mensen, dit wordt een 1 miljoen weergave video. Dat denk ik niet, maar dat maakt niet uit. Hospital Bill voor pak nu mee. Wat? Hallo? Leef je? Je leeft niet? Zo de camera into the video. Ja, je leeft. Dat was werkelijk waar geweldig. Oh, wil je de outro doen? We hebben nog 6% left. Oké, go. Yo, bedankt voor het kijken. We zijn geweldig. Ja, dat was hem. Oké, ik weet niet hoeveel erop stond, want hij was halverwege al leeg gegaan. Maar nu gaan we deze hier dus ingooien. Oh, sorry, erin. Ja, jij stond ervoor met je... Ja, oh, dat is het. Extracting video. Hoi, ik heb de cd. Ben jij klaar? Ik zit in de... Ga er eens uit. Straks word je zelf een cd. Dus dan ben ik benieuwd wat er dan... Dus komt er een soort van beeld van je hele leven, wat je allemaal hebt meegemaakt, komt dan op de tv. Zo, dat zou cool zijn. Ja, dat zou ik in het echt wel willen eigenlijk. Nou, ik zou zeggen, ga ervoor zitten. Ik ga ervoor zitten. Ja, pak er... Je zit heel ongemakkelijk. Maar goed, als dat lekker zit, dan moet jij lekker zo blijven zitten. Jij zit half op de... Oké, ja. Ben je dan ready? We gaan hem uploaden. Onze eerste video. I was born ready. Daar komt hij. Hier. Oh, kijk. Ja! Kijk, je hoort... Hey. Een nieuwe video. Je hoort jou wel. Auw, wat hard. Echt, bij jou luid? Vandaag gesproken. Bij mij is het niet zo heel luid. Alles. Ik weet niet of dit echt zomaar positieve comments zijn onder de video. Stop, weg. Daar is hij. Het kleine monster. Je kan helemaal niet genieten van de video. Dat is... Watching this video and now I can't unsee the spooky side of bones. Yo, what? Gewoon niks meer. Echt? Oh, er zitten meerdere. Wat is... Het is zo luid. We gaan nu jou dood bekijken. Oh, shit. Hey.
pot. Wat is dit? Oh, god damn. Help mij. Ja, ik weet niet wat het is. Het is wel. Er lopen nog meer dingen. We hebben de 1K gehaald. Ik heb nog steeds niks. Oh, de 1K fuse. Laat me eruit. Huh. Kom er niet uit. Yo, dat is best wel veel, want we moeten 3K. We hebben nu 1.1, dus dat betekent dat onze eerste video gewoon gelukt is. Als we op de andere ook zoveel views hebben. Help. Hoe kom je eruit? Ik weet het gewoon echt niet, hè? Oh, Koen is dood. Okay. Al die comments erbij zijn zo mooi. Waar ga je? Yo, bedankt voor het kijken! Oh, wat een jumpscare, ouwe! Die outro! Hey, kijk de ad revenue! $223! Yo, dit is ziek! Oh my god, het was werkelijk zo luid dat mijn hoofd ontplofte. Ja, het was wel... bij mij was alleen jij een beetje luid in de video. Ja, dat ja. Ja, dat vooral. Ja. Holy shit. Hey, maar we zitten al bijna op de helft van de 3000 views. Besef die even, onze eerste video is gewoon gelukt. Mensen zijn blij. Kijk al die likes en zo op de reacties. Ik ga deze even saven naar mijn desktop. Deze wil ik voor altijd bewaren. Ja, dat snap ik wel. Ik liever niet. Nee, dat snap ik ook wel. Laten we dan maar naar bed gaan. Ik heb zoveel pijn aan mijn oren. Nou, ik neem lekker het oranje bed. Want dat is natuurlijk mijn kleurtje. En dan gaan we morgen, oftewel eigenlijk gewoon nu, gaan we nog een keer. Want we hebben nog 2 dagen, zoals je ziet. Dus we moeten opschieten. Of we kunnen equipment kopen. Ja, heb je lekker geslapen? Hoe is het al? Voel je je weer helemaal herboren, zeg maar? Ik was gisteren doodgaan, dus ja. Ja, dat bedoel ik. In een nieuw lichaam. Dus dan moet je weer helemaal frip zijn om vandaag met volle bakken tegenaan te gaan. Vandaag gaan we ook gewoon met een blij gezicht. Zo! Ja, kijk eens. Dit is de mood die we moeten hebben. Willen we ook de... Wacht. Nog blijer. Oh, nee, dat is... Huh? Ja, ook scheef. Ja, je hebt wel even met een scheve mondje gebeuren. Nou, laten we gaan dan. Ja. Kijken of we wat equipment kunnen scoren. Want dat maakt het natuurlijk allemaal wel wat makkelijker. De flashlight? Nou, zal ik je vertellen. Je hebt heel veel mazzel. Dat ik hier nog mijn flashlight heb. Kan je vangen? Ja. Toch niet. Hier ligt hij helemaal. Hier, kijk hier. Jeetje. Ik heb hem ook voor je opgeladen. Man. Ja, best wel. Je kan het ingedrukt houden en dan ga je steeds verder. Kijk hoe hoog, joh. Nou, ik weet niet waarom je dat eigenlijk zou willen doen. Ik ga even bij de shop kijken. Wat kunnen we kopen? We kunnen dus... betere flashlights. Maar ik weet niet of dat helemaal de move is gelijk. Want als je de camera vast hebt, kan je ook niet de flashlight vasthouden. Nee. Ja, je kan niet echt goed uitleggen. We moeten iets hebben waarbij we elkaar kunnen helpen als we worden aangevallen of zo. De shockstick. Ja, dat is wel duur. Ja, die kunnen we niet kopen. De clapper is ook wel grappig. Ja, we kunnen nu bijvoorbeeld de clapper en de reporter mic. Dan gaat even de videokwaliteit omhoog. Dan maken we nu een hele crisp video. En dan de volgende dag, dus morgen, kopen we de hugger. Hey. Ja, of dan hebben we genoeg veld voor de defibrillator. De defibrillator, ja. Hoe? Ja, ik ga niet mijn best doen om dat proberen uit te spreken. Laten we dan daarvoor gaan. Defibrillator. Ja. Ik denk dat als je dan dood bent, je weer terug kan komen of zo. Ja, dat weet ik. Maar meer van, ik kan het woord gewoon niet uitspreken. Nee, ik ook niet. En dan zullen we kijken wanneer het bezorgd wordt. Als het nou in het echt... Kijk, dan komt het al. Als het in het echt ook zo was, joh, dat zou makkelijk zijn. Kan je vangen? Hop. Ja, toen was het kapot. Nou, die mag jij pakken. Want ik heb natuurlijk een camera, dus jij bent de meneer van de productie. Het ziet er zo goed uit. Goeiedag. Doe even een... Wacht. Opnieuw. Eerst je klapje en dan begint de video. En dan moet je de intro doen, hè? Oké, wacht. Eerst klappen. Bam. Klap. Nee, je klapper in je inventory. Oh. Ja, oké. Ik wilde gewoon in mijn handen klappen. Ik begin met filmen in 3, 2, 1, go. Fuck, verkeerde knop. Vandaag gaan wij spoken vangen. Ja, meer screentime krijg je niet, want dit was al 9% van onze film. Dat meen je niet. Ja, ik meen het. De intro kost veel geld in deze game. Oh, wat was het geluidje? Hoorde jij ook zo'n piep? Ja, doe even een klein sfeershot. Oké, even van de dive bell. Ja. Komt-ie. Joepie! Ga weg hier.
Ja, we zijn er! We zijn er weer! We zijn er! Ik hoop dat we dit keer wat vriendelijke monsters tegenkomen. Dit was niet zo heel leuk eigenlijk. Had je die slak gezien die achter me aanliep, ja, of niet? Ja, ik keek hem toen ik jou aan het spectaten was. Ik was namelijk een hartstikke dood. Wat is dit? Ja, hoewel. Ja, zijn monster was dus letterlijk gewoon een groot gat met allemaal tandjes aan de zijkant. Lijkt me niet heel fijn om daartussen te komen, als het ware. Maar, dit moet dus de echte wereld voorstellen, als het ware, hè? Ja, de oude. Ja, de old world. Ja, dus onze wereld, want dit spel is in de toekomst. Maar is het dan het nu? Of is het in de tijd dat je ook geen kleur had op de televisie, dus ook geen kleur in het echt? Sommige mensen denken dat echt. Nee, maar ik denk gewoon dat... Wat is dit? Ik hoorde echt dingen. Nee, nu zit je jezelf gek te maken. Hey, wacht, Sils. Waarom kraakt er iets? Is dat jouw microfoon? What the fuck? Wat is dat? Nee. Is dat een microfoon? Niet. Nee. Wat dan? Wat is dit? Zit dat beneden of zo? Kan ik kijken? Oh, ik kan niet kijken. Kijk. Wat? Ja, klep. Wat is dit? Waarom hoor ik die zware... Er ligt hier iets. Schijn eens met je zaklamp. Oh, wacht, ik heb ook een zak. Komt dat door de... Wat is dit? Het is dit. Wat is dat? Ik wil het even filmen. Het is een speakertje of zo. Is het een bom? Pick-up container. Pak hem. Ik heb hem. Ja, dit kraakt zo. Wat is die gooi dan? Hey! Nee! Dat was iets te veel radiation. Wat? Hè? Je bent gewoon ineens dood. Wat is dat voor iets raars? Nee. Jou, nu komt de 3K views. Maar, die komt nog krap hoor, mensen. Wat moet ik hier naar achterlaten? Ik denk de klepper. Je flashlight. Okay. Kan ik typen? Nee, ik kan niet typen. Hij moet je flashlight achterlaten. Die droppen. Dus dat ding als je het vasthoudt maakt het dood. Oké, dan ga ik even een video verder maken hoor. Even kijken. Kijk. De Skippy is dood. Hé! Hey! Oh my god! Wat? Is dat een spin of zo? Ik ben weer in mijn leven. Wat de fuck was dat? Dat is een spin. No way, ik wist niet dat er spin in deze game zaten. Dat is niet nice. Het is nog echt een spin ook. Hey, eet mij op! Man, dat fluit ook zo hard. Huh? Wat is dat voor spin? Film het! Wat is dat? Hij is gepakt! We gaan zo hard dood. We gaan zo... Dit zit achter me aan. Oh my god, ik moet niet gaan... Wacht, ik kan de camera omdraaien, toch? Oké, ik ben nu aan het wegrennen. Rip mij over een paar seconden. Oh my damn. Koen is wel een goede YouTuber, mensen. Kijk deze skills. Ja, wat doen we nu, hè? Nee, niet te dichtbij. Hij gaat je pakken. Nee. Hij gaat terug, de spiegel terug. Koenaasje. Nee. Ga weg. Donder op. Hij moet die deur dicht doen. Hij moet gewoon weggaan en die deur dicht doen. Er zitten allemaal mensen achter me aan hier. Tenminste, mensen. Dat zijn geen mensen. Maar beesten, ik ga er nu vandoor, want Sander die is dood. En dit heeft geen zin. Ja, straks als Koen dood gaat, hebben we dus geen video. Geen video, dus geen views, dus geen geld. Is wel waarschijnlijk niet viraal gaan, dus afgaan. Yo, hallo? Ook span hier helemaal. $7 voor mijn hospital bill. Oh, dan ben ik wel goedkoop. Nou, dat scheelt. Yo, hallo? Yo. Hey! Wat de hel? Ja, ik weet niet hoe ik daar dood ging gelijk. Wat de heck? Ja, wil je even wat over vertellen? Ik wil even wat vertellen. Ben je al aan het opnemen? Ja, ik was al aan het opnemen. Oh, maar okay. Ik ga verder. Ja, je ziet een lampje. Mensen, ik was dood gegaan, dat is heel spijtig. Ik voelde radioactiviteit nog in mijn botten stromen. Doneer nu met een like. 1 like is 1... Oh, ja. Nee, laat maar. Dat is het einde. Dat is goed zo. Het is goed zo. Één bot extra. Ja, 1 like is 1 bot. Ja, gooi hem erin. Ik wil die video nu ook zien, want dit was dramatisch. Trouwens, was het een soort spin met een vleesetend monsterhoofdachtig iets? Ja, ik weet het niet. Het leek wel alsof hij een... Nou, pak de disc. Heb je kerststukjes gemaakt, weet je wel? Ja, op school. Dat is echt een hele logische vraag. Ja. Dan had je soms van die versierdingen met zo'n soort paddenstoel met gaten erin. Ja. En dat was dan een platte. Dat was zijn, dat hoofd, was zijn hoofd. Ja, klopt. Ja. Ik vond het trouwens wel altijd verschrikkelijk, kerststukjes maken. Ja, ik vond het... het was op zich wel leuk. Kaarsen maken. Ja, kaarsen was wel grappig. In de gym samen met z'n allen zo in een rij, weet je wel. Iedereen één frame in die bak. Dat was leuk. Ja, ik zou zeggen, pak de disc, want dit is jouw video. Ja, dus jouw... Dit is mijn video. Ja, jij hebt hier je best op gedaan, voornamelijk. Ik heb alleen wat sfeershots gedaan en dacht toen, het is goed geweest. Ik ga ervoor zitten. heb je headset al zachter gezet? Ja, ik ben helemaal ready. Oké. Upload. Ja, misschien met de mic is het dit keer beter, hè? Of nog erger juist. Oh! Fuck, verkeerde knop. Vandaag gaan wij... Spooken van. Joepie!
Kijk, dit Skippy is dood. Oh shit! Oh boy! Ik ben aan het rennen voor mijn leven. Wat de fuck was dat? Iemand reageert echt Kippy on the vee, joh, wat? Huh, dat geluid van die spin is eng. What the fuck, jongen, dat geluid natuurlijk zo hard. Wat? Dit zit achter. Oké, ik ben nu aan het wegrennen. Je bent gewoon gestopt met filmen. Een paar seconden. Hij zit achter me aan, maar ik heb geen stemmen meer. Help mij, help mij, help mij. Kijk, die views! Die views die zijn insane. Wat doe ik nu, hè? Nee. Kijk jou rennen, jongen. Je stoot ook je hoofd even tijdens het rennen. Ga weg. Donder op. Oh. Oké, er zitten allemaal mensen achter me aan hier. Nou, tenminste mensen, dat zijn geen mensen. Zo, dat echt enge achtergrondgeluiden wel, hoor. Ik ga er nu vandoor, want Sanne die is dood. En dat heeft geen zin. Oké. Arrivederci, planeto. Dat was een hele ervaring. Ja, ik wil even wat vertellen. I wonder if Kippy on the Vee is a good friend. Eyo, wat is die comment? 110 likes. Wat? Oh, dit is een hater. Oh. Wat voor... Eén like is één bot extra. Nou, wat een video. Applaus voor jou. Dit was een mooie video. De ad revenue is hoog genoeg. En we hebben een goed aantal views gehad. Dus we hoeven er nog maar 200. Dus we moeten wel met een video terugkomen. Let's go. We mogen niet doodgaan allebei. Dat is één dingetje. Nee, dat klopt. Dat is wel echt één ding wat niet mag gebeuren. Nee, dus ben jij ready om nog één keertje terug naar de oude wereld te gaan? De wereld hoe die ooit was. Ik ben ready om nog één laatste keer terug te gaan naar de oude wereld. Oh ja, we moeten slapen. Ik wou zeggen, ik zie helemaal geen camera zo en dat soort dingen. Maar we moeten nog eerst even een tukkie doen. Dat is wel fijn dat we tussendoor even naar bed mogen. Ja! Slaap lekker, jongen. Tukken, jongen. Hé, joh. De deurbel. This is the last day. Wakker worden. Ze komen geld halen. Wow, snel. Waarom ging de deurbel? Ja, er is helemaal niemand. Ja, een camera. Hé, we hebben geen flashlights. Oeps. Shit. Of heb jij nog een? Je hebt een flashlight. Je hebt er eentje. Oh, je hebt die klepper. Dat is de intro voor de video. Oké, laten we wat kopen. Hoeveel hebben we? 265. Als jij een flashlight hebt, ik hoef er niet per se één, want ik heb die camera wel. Dus dan film ik toch wel. Ja. Dus een light is niet nodig. Ik doe het niet meer. Hij is kapot. Heb je hem geklept de verkeerde kant op? Ja, ik heb hem kapot gemaakt. Oh, hij doet wel. Hey, je kan hem ook niet meer. Oh, je kan rechtermuis stoppen. Dan kan je hem... Wauw, klep. Hij doet het inderdaad alleen niet heel geweldig. Maar goed, dat maakt niet uit. Ja, we kunnen geen defibrillator kopen. Dus, defibrillator. Ja. Ja, dus dat wordt het niet. Dus het wordt of eigenlijk de hugger dan. En dan kunnen we nog iets van een gadget extra kopen. Ik ben benieuwd hoe dat werkt. Hoe je een emote moet gaan gebruiken. Komt de droom weer. Gooi komt er dan mij, gewoon een emote mij, uitvallen? Mij. Toen was je dood. Boom. Oh, nou, niet oh, echt. Shoot. Oh, dit is de... Ik heb de ghoulball. Oké, ik ga hem niet activeren, want dan... dat zijn de beste. Fuck. Is dit de how to hug? Wat? Wat is dit is hier dan? Echt? How to careless. Oh, ik heb hem geactiveerd, denk ik. Druk eens op T. Heb je nu een emote? Wat is dit voor ongelooflijk triest, ouwe? Is dat de... Heb jij nu ook de emote? Nee, ik heb de emote niet. Alleen ik heb hem. Waarom doe je zo... Oké, en wat is dit dan? De hugger. Ik denk dat als je dit leert, dat je dan iemand kan reviven. Ja, als je iemand knuffelt, krijgt de ander krijgt HP erbij. Ja, is goed. Moet jij die niet... Zal ik even kijken. Read instructions. How to hug. Degene die dit heeft gebruikt, die kan inderdaad de ander HP geven. Nou, activeer hem. Oh, je moet het gewoon vast hebben. Hier. Oh, maar wacht, kijk uit, want straks hug je mij al. Ja, ik neem hem wel mee. We kunnen straks wel even proberen. Als iemand HP kwijt is, kan je hem dus ook nog droppen. Als je doodgaat, drop je volgens mij de items. Let's go! Oké, die... hadden we al een intro? Ja, hè? Ja, of jouw klep. Nog niet helemaal. Je mag nog een stukje toevoegen. Oké. Yo mensen, vandaag gaan we nieuwe monsters vangen. Let's fucking go! Oh, dit is een andere map. Wat? Ja, hey, ik zie er een lampje in de verte. Wat is dat? Oh, dat is gewoon echt een lampje. Wat is dat? Wat is dat? Nu komen we misschien grotere monsters tegen. Nou, dat hoop ik eigenlijk niet. Even kijken, of is het wel... Nee. Dit is... We komen van de andere kant, zijn we nu. Oké, niet zo'n radioactief ding oppakken als hij er ligt. Dat is een tip die ik je kan geven. Anders stroomt het blijkbaar je hele lichaam in of zo. Als de trap afloopt, dan is alles zoveel luider. Ja, wat doet het dan eigenlijk? Hier, let op.
Oh ja, ik hoor dat ook. Huh, kan je niet gewoon met die mic met mij communiceren? Is dat het niet? Is dat het? Ik weet niet, maar ik hoor jouw stamgeluiden hoor ik ook als je die mic hebt. Ja, het is luid, man. Ja, ik ben wel benieuwd wat dat nou echt helemaal wat doet, als het ware. Dat hoor ik. Wat is dit? Kiekeboe. Oh, dat is de deur die ik hoorde. Er is hier helemaal niks. Er is hier een man staan. Onthouden we goed de weg, hè, een beetje, want straks moeten we naar buiten rennen. Wat is er achter ons? Oh my... Wat de... Hé, een oog! Wat? Oh, nee. Wat is die lelijk? Beweegt die alleen als je kijkt? Als je niet kijkt, bedoel ik. Is dat zo één? Ja, dat is er zo één! Oh, dat vind ik niet leuk. Ik hoor die voetstappen. Oeh. Ja, maar die gaat nu de hele tijd achter ons aan. Oké, okay. Ja. Ik ga even een kleine review geven over dit monster. Ja. Go. Yo mensen, dit is het oogmonster. Hoi, hij snijdt! Hij snijdt! Squid, je bent dood. Hoi! Hij heeft een mes! Hij heeft me gesneden. Bro, weg hier. Waarom heb ik nog steeds niet film something scary? Bro, stop, laat me met rust, ik ben zo low. Nee, de uitgang, hij heeft me van die uitgang weggenokt. Oh my, bro. Dit is niet oké. Ja, ga daar naartoe, lekker voor je. Laat me met rust houden. Hoezo heb ik nog steeds niet dat ik iets engs gefilmd heb? Dat was mokereng. Ik heb die Google. Waar zijn die monsters? Ik kan ze pakken. Kon we niet gewoon weer tot leven kunnen huggen, zeg maar? Dat zou best wel ziek zijn eigenlijk, ik wil dat proberen. Waar is hij dood gegaan? Even kijken, hier. Hier, kan ik jou huggen? Nee, kan niet. Het doet niks. Oh, dat is sad. Maar hij kwam opeens met me. Oké, ik ga even kijken of ik dat spookje. Waar is die? Hoezo heb ik ook nog niks engs gefilmd? Ja, dit vind ik echt niet leuk, want mijn oxygen is ook bijna op. Dit wordt een probleem, mensen. Nou, we hebben wel wat op video staan. Alleen staat er niet dat ik iets engs gefilmd heb. Dat vind ik een beetje bijzonder. Ik heb wel degelijk iets engs gefilmd. Zou ik niet gewoon jouw lichaam kunnen filmen? Dat is ook wel een goeie eigenlijk. Oh, pick up ribcage. Wat, echt niet. Dat ga ik echt niet oppakken. Normaal gek geworden. Waar is jouw lichaam? Hier. Ga ik die ook even filmen? Een lijk. Wie vindt dat nou niet eng? Hier. Daar. Ja. Ik heb jou. Jij bent eng. Kom maar, meneer. Kom maar even op de video. Geef mij die next step. Dit is een engerik. Ja, ik heb het. Weg hier. Ik ga de goobal op hem gooien. Wat doet dit? Wat doet dat? Huh? Het is een slijmbal. Oh, hij is daardoor langzaam. Oh, dat is heel handig. Maar ik ga nu wel weg, want nu vind ik het een beetje eng geworden. Doe nog even een outro. Yo mensen, dankjewel voor het kijken naar deze video. Koen is dood, maar dat maakt niet uit, want wij gaan de quota halen. Dus smash even op de like. Hopen dat het hierboven niks is trouwens. Oh, hier, deze kan ik op. Dit was intens. We hebben wel de hugger niet kunnen gebruiken. Dus dat is voor een volgende keer dat we dat even gaan proberen. Maar ja, als je dus dood bent, heeft dat duidelijk geen zin. Waarom is jouw hospital bill maar 2? Wat? Hallo? Yo! Dit ging weer werkelijk waar geweldig. Ja, dit was niet heel... maar had je gezien? Hij kwam letterlijk met zijn armen, sneed hij jou zo. Ja. Sorry, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik kon er niet meer wegkomen. Nee, je mag even in de selfie mode nog je afscheidbericht doen aan de kijkers. Oké, maar wel samen jou zo. Kijk hoor, een beetje zo. Nee, een beetje zo. Nee, waar sta je nou? Ik sta hier. Hey. Nou, daar. Yo mensen, het was echt werkelijk wel episch. Ik ben naar de hel geweest en weer terug. En nu ben ik er weer en ik ben nog steeds blij met mijn mooie snor. Wow. Hey, wat vond jij ervan? Ook al een snor? Ik vond dit... Ja. Hey, like! Ik heb een snor. Nee, maar heb ik een snor? Alle snor. Oh, alle snor. Ja, alle snor. Oh, ja. Maar ik ben half doof voorbij. Door al die... De ja. camera is leeg. Je ja, was te laat. Dus niet erg. Gooi hem er maar in. We gaan wel kijken wat ervan gekomen is. Maar er loopt er dus wel een soort spookachtig iets rond. Alleen had hij een mes. Het was echt een soort spookje. Ja, die was wel echt goed eng. Ja, kom maar. Laten we kijken of we de quota hebben gehaald. Hè? Daar gaat het om. Het maakt niet uit hoe vaak wij doodgaan. Als we de quota maar hebben. Een mooie intro. Yo, mensen, vandaag gaan we weer nieuwe monsters vangen. Let's fucking go. My ears, pak die mee, is very loud. Oh nee. Wat is die lelijk? Ja, als mijn views op mijn video ook zo hard gingen. Dit is het oogmonster. En hij. Oh shit! Je hoort mij ook zo heel zachtjes. Zachtjes schillen nog. Hier, die kerel had me te pakken, hè? This is funnier than a try not to laugh. Het is niet eng. Uh-oh. Dit is niet oké. Ja, echt niet. Boom. Hey, deze video gaat goed met de views, hè? Jij bent eng. Ja. Hij gaat echt lekker. Eng. Kom maar, meneer. Kom maar even op de video. Geef mij die next step. Dit is een
Dat is een vraag ook of je het dood bent. Hé, hey, dit is onze beste video tot nu toe. Ja, echt wel. Ja. Het was het ook. Van een outro. As a man did it. I appreciate these detailed visuals of bone anatomy. Yo, wat? Die comments, die zijn ook zo raar of zo. Het zijn natuurlijk... Yo, mensen, het was echt wel. Zo, het is weer zo luid. Ik ben wel geweest en weer terug. En nu ben ik er weer. En ik ben nog steeds blij met mijn mooie snor. Hé, hey, wat vond jij ervan? Ook alle snor? Ja, hè? Hé, like! Nou, het stond er niet eens op. Alle snor. Ja, oh, dit is wel onze best verdiende video. Ja, en de best bekeken. Ja. 2.100. Woe, let's dat go. Is deze ga ik saven. Ja, deze was mooi. Laten we lekker naar bed gaan en genieten van dit succes. Zo. Want dit is wel even was een overwinning, hoor. Dag. Ja, we gaan even liggen. Kijken of wat er nu gaat gebeuren. Er is gewoon weer een nieuwe quote. 39.000 views! Wat? Dat is zoveel. Hoe wil je dat halen met drie video's? Terwijl we hadden nu 2.000. Was onze hoogste op één video. 39.000. Oh, dat kan ook. Ah, dan doe je daar die dans ook. Dit is zo... Die dans is zo slecht, die emote. Kijk wat je doet. Je ziet er heel anders uit. Mensen, willen jullie nou zien, of in ieder geval een poging zien tot, dat wij deze 39.000 views gaan halen? Laat het dan even weten in de reacties en druk even op dat blauwe duimpje omhoog, want dan kan dit toch niet doen met dit op de achtergrond. Vond je deze video leuk? Vergeet zeker niet een blauwe duimpje omhoog te doen. Abonneer mijn kanaal hier beneden en klik hier op een andere video die je zeker niet wil missen. Doei doei!